Dames en heren, ik open de extra raadsvergadering ter gelegenheid van wat persoonlijke wisselingen in het bestuur. Je hebt de agenda allemaal kunnen lezen. We hebben vandaag afwezig de heer Dunnewind en de heer Bongers. Dus wij zijn met 15 leden. Kan ik de agenda vaststellen zoals die is voorgesteld? Ja, dan gaan we zo procederen. Dan hebben we een agenda punt 2, de voordracht van kandidaat waarnemend wethouders. Mevrouw Lagasse en de heer Katerberg, u hebt dat gezien in de stukken, voorgedragen door de coalitiefracties. Mevrouw Bakelaar kan hierover het woord voeren. Wilt u nog wat toelichten? En dan is daarna het woord aan de raad. Mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, toch nog even in het kort hoe het zo gekomen is, waarom we vanavond hier bij elkaar zijn. Want vanavond draagt de coalitie twee nieuwe tijdelijke part-time wethouders voor. Omdat er sprake is van langdurige ziekte bij wethouder Ter Kuurst. En dit betekent dat er in ieder geval sprake zal zijn van een ziekteverlof van 16 weken. Want wethouder Ter Kuurst heeft met ingang van 4 juli 2017 zijn ziekteverlof aangevraagd. Tijdelijke waarneming, zo heeft ook het college ons laten weten, was noodzakelijk voor de bestuurlijke continuïteit van onze gemeente. En om zorg te dragen voor de continuïteit heeft het college aan de coalitiepartijen gevraagd om na te denken over de mogelijkheden voor de waarneming. De coalitie is voortvarend te werk gegaan. Dit vroeg ook om snelheid en ook wat ons betreft inzet van lokale Ommense kracht. En die staat wat ons betreft ook op de agenda. En nog even, het heeft in een aantal persberichten al gestaan, maar we vinden het wel belangrijk om dat nog een keer toe te lichten. Van wat zijn nu de criteria die voor ons een rol speelden bij deze voordracht? Dat is kennis van de gemeentelijke politiek, woonachtig in Ommen, dossierkennis en ervaring met de portefeuille van wethouder Ter Kuurst. Dus dat zijn de belangrijkste criteria wat ons betreft. En we hebben als coalitie dan ook beraad gevoerd daarover. En er is gekozen voor de inzet van raadsleden binnen de coalitie, omdat zij tenslotte ook het coalitieprogramma ondersteunen en dragen. En deze raadsleden passen wat ons betreft ook binnen de hiervoor genoemde criteria. En ja, de coalitie draagt dan ook met trots de raadsleden Ilona Lagasse van de VVD-fractie en Theo Katerberg van de CDA-fractie voor als waarnemend wethouders. En beide zullen dat doen in deeltijd, 50%. En we hopen op brede steun voor deze voordracht van de gemeenteraad. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Blijft u nog even staan. Is er behoefte om mevrouw Bakelaar en de beide kandidaatwethouders te bevragen? Meneer de Jonge? Wat zegt u? Ik zei voorzitter, mevrouw Bakelaar te bevragen, misschien gedeeltelijk, maar wij hebben wel wat te betogen in deze. Ja. Dank u wel. Goed gezien dat er verder geen woordvoeringen komen. Oh, jawel. Ja, meneer. Oké. Ik heb nog wel even een vraag van orde, meneer de voorzitter. Ja, meneer Van der Moor. Wij zouden ons stemgedrag willen toelichten. Dat kan ik doen in de vorm van een bijdrage nu. Of als wij overgaan tot stemming. Wat heb je het liefst? Het liefst nu. Dan hebben we gewoon de argumenten het speelveld gewoon op tafel nu. Ik verstond het nu. Ja. Ja, dat scheelt ook weer tijd. Dank u. Ja. Ja, en meneer Remmers wilt ook het woord voeren. Mag ook vanaf de tafel. Moet u maar even kijken. Meneer de Jonge, u hebt het woord. Ja, voorzitter, ik doe het maar van deze plek. Ja, voorzitter, mijn betoog gaat niet over het personen als wethouder die benoemd gaan worden, maar gaat een gedeelte over het proces. En het betoog van mijn fractie heeft een aantal vragen over het proces en naar de 16 weken verder, et cetera. Want voorzitter, ja, 16 weken ziekteverlof zou betekenen dat wethouder Ter Kuurst op 1 oktober weer terug zou komen. Mijn fractie bereikt signalen dat dat niet zo het geval zou zijn. Dat wethouder Ter Kuurst voor langere tijd afwezig zou zijn. En voorzitter, mijn fractie heeft ook geluiden ontvangen dat de ziekte van wethouder Ter Kuurst, dat daar ook een arbeidsgerelateerde achtergrond aan zit. En wij zouden graag van het college in ieder geval willen horen van of dat zo is. En zo ja, wat het college eraan gaat doen om te voorkomen dat in de toekomst zo'n arbeidsgerelateerde ziekte terug zal komen.
Ja, voorzitter, dan even terug naar de casus. Op 8 mei jongsleden heeft de betrokken wethouder zich ziek gemeld. Op 4 juli werd de gemeenteraad per raadsbrief en per persbericht geïnformeerd dat betrokkenen voor 16 weken ziekteverlof is verleend. In de raadsbrief van 4 juli geeft het college van BMW aan dat de coalitie, dus niet aan de gehele raad, gevraagd is om na te denken over waarneming van wethouder Te Keurst. Dit om de bestuurlijke continuïteit te waarborgen, zoals u vraagt. Voorzitter, waarom heeft het college niet aan de gehele raad gevraagd om een oplossing te vinden? Wij zijn ons er wel van bewust, moet ik dan erbij zetten, voorzitter, dat de benoeming van wethouders een taak is van de coalitie. Maar in deze democratie hadden wij graag gezien dat de hele raad geïnformeerd zou zijn over de keuzes die gemaakt worden en de weg naartoe. Want zoals mevrouw Bakelaar het net ook al aangaf, van het gaat hier om het belang van Ommen. En daar staan we allemaal voor, ook de oppositiepartijen, voorzitter. Voorzitter, en dan komt er op de dag daarna, woensdag 5 juli, een persbericht van de voorlichting van de gemeente. En voorzitter, de VOV die staat voor een open en transparant beleid, waar de inwoners van Ommen vertrouwen uit kunnen putten in hun gemeentebestuur. Dat is in deze handelswijze ver te zoeken. Het niet informeren van de gehele raad wordt in de stentor door de fractievoorzitter van de coalitie verdedigd. En twee punten worden aangegeven door mevrouw Bakelaar. Ik heb geen tijd gehad om te bellen. Nou, voorzitter, ik had van een bekwaam politicus wel wat betere smoesen verwacht. Ja, voorzitter, en dan de tweede. Als oppositiepartijen bij de coalitiebespreking of woorden van gelijke strekking waren geweest, citeert de stentor, dan waren zij ook geïnformeerd geweest. Voorzitter, geeft de CDA, de fractievoorzitter van het CDA en deze, daarmee aan dat zij de voorstander is van een eenpartijenstelsel? In ieder geval mijn fractie niet, voorzitter. Ja, voorzitter, dan even terug naar 7 maart 2002. Op die datum is de wet dualisering ingegaan. Een van de belangrijkste zaken uit deze wet is de ontvlechting van het raadslidmaatschap en het wethouderschap. Voorzitter, de vraag aan dan de twee te benoemen wethouders, van hoe denken zij daarmee om te gaan? Hoe stellen zij zich op in hun waarnemerschap? Maar ook, voorzitter, van hoe gaan zij te werk als wij dadelijk de begroting gepresenteerd krijgen? Want ik kan me voorstellen dat, zoals u schrijft, per 1 oktober de wethouder Te Keurst weer terug zou kunnen komen. Dan zouden deze twee nieuwe wethouders mee gaan werken aan de begroting. En kunnen zij bij terugkeer dan nog hun controlerende taak uitvoeren in deze kadergevende en controlerende taak? Kortom, voorzitter, mijn fractie vraagt zich af of deze benoeming past binnen het duale stelsel zoals dat bedoeld is in de wet van 2002. Ja, voorzitter, en dan de financiële gevolgen. We hebben als fractie bij de BOH en dan via de gemeentesecretaris hebben we daar antwoord op gekregen. Gevraagd van wat de financiële gevolgen zijn. Ik ga ze allemaal niet benoemen. Als mensen geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze dat bij mij en ik neem aan ook bij u opvragen. Maar voorzitter, wij hebben daar twee dingen bij. Want het gaat binnen onze gemeente nog niet zoals het behoort te gaan. En als je kijkt van wat voor kostenplaatje we de afgelopen tijd hebben gehad aan wachtgeld voor een burgemeester en een wethouder, €145.000 per jaar. En dan komt er nu nog een keer zo'n €24.000 bij, voorzitter. En dan heb ik het nog niet eens over de onkostenvergoeding. Het tweede, voorzitter, in deze de vakantieperiode die komt tegemoet. En ik zou me kunnen voorstellen dat beide te benoemen wethouders in de zomerperiode een paar weekjes vakantie nemen. En ik ga ervan uit, voorzitter, dat zij geen vakantie nemen. Ook gezien de waarnemende karakter. Maar mocht het wel zo zijn dat zij afzien van de betalingen, dan wel of ervoor kiezen om op een later tijdstip benoemd te worden.
Ja, voorzitter, en dan wordt er aangegeven, mevrouw Bakelaar die gaf er net ook al aan, dat het voor de coalitie heel erg belangrijk is dat de beide wethouders uit Ommen komen. Nou, wij juichen dat toe en wij zijn ook heel erg blij dat de coalitie daarmee eindelijk eens een keer overneemt datgene wat mijn fractie, maar ook andere oppositiefracties hebben aangegeven, van een wethouder die hoort uit deze gemeente te komen. Voorzitter, maar waarvoor is daar nu zo opeens voor gekozen? Want in betogen bij benoeming van vorige wethouders, maar ook bij ontheffing van de woonplaats voor de wethouders, is regelmatig door de coalities aangegeven dat zij het ook niet van belang vinden dat de wethouder in Ommen komt, dus in Ommen woonachtig is. En mijn fractie zou graag willen horen van waarom nu die omslag? Ja, voorzitter, eigenlijk alweer een inkoppertje, want daar hebben we het ook de afgelopen jaren al over gehad, van de wethouder boven de partijen staan. Voorzitter, in ieder geval deze benoeming, wij zullen, en dat is dan gelijk een stukje stemverklaring, wij zullen voor de benoeming stemmen, want beide wethouders, wat ik in het begin ook heb aangegeven, die worden voorgedragen namens de coalitie, is hun volle recht. Wij vinden ook dat, dat de plek aangevuld moet worden. Met kanttekening van de vragen die ik gesteld heb, zullen wij voorstemmen. Maar voorzitter, ik zie me al een prachtige kop in de stand al morgen staan met chocoladeletters om een terug naar het monisme, waar de wetgevende macht en de uitvoerende macht met elkaar verweven zal zijn. Voorzitter, en dat was mijn verhaal. Dank u wel. Ik stel voor dat we de woordvoering in de raad eerst even afmaken en daarna gaan we daarop reageren. Meneer Van der Mooren. Dank u wel, meneer de voorzitter. Als fractie van de ChristenUnie hebben we toch wel behoefte om ons uit te spreken. Ik heb al aangegeven in de vorm van een bijdrage of een stemverklaring. Beide elementen zitten daar wel in. Als niet-coalitiepartij hebben wij ons in de afgelopen tijd behoorlijk rustig gedragen. We hebben het bericht dat de coalitie een oplossing heeft getroffen voor de wethoudersfacturen tot ons genomen, daarover nagedacht. En wij vinden dat de coalitie daar dan ook mee te feliciteren valt, dat er een oplossing is. Als ChristenUnie vinden we het wel werkelijk bijzonder jammer dat de coalitie een kans voorbij heeft laten gaan om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan het optreden van de raad als geheel. Zeker als publiek wordt gesproken van wethouders boven de partijen. Maar de ChristenUnie wil zich niet verliezen in reacties. Liever houden wij ons bezig met de lopende zaken en besteden we onze energie ook liever aan de aanloop naar maart 2018. We zullen voor de benoeming van de voorgestelde kandidaat wethouders en de voorgestelde kandidaat raadsleden stemmen. We vinden het namelijk belangrijk dat er een invulling komt van de vacature en niet wie. Dank u. Meneer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Ook de LPO-fractie heeft kennis genomen van het feit dat de coalitiepartijen mevrouw Legals en de heer Katerberg voordragen als waarnemend wethouders in verband met de ziekte van de heer Terkeurst. De heer Terkeurst is, zoals u al noemde, enige tijd ziek en heeft laten weten dat hij voorlopig niet kan terugkeren zijn functie. Uiteraard wenst de LPO-fractie hem een spoedig herstel. Vanuit het college hadden wij hier niet eerder mededelingen over ontvangen en dat betreuren wij. Plots ligt daar een brief, gedateerd 4 juli, waarin het college een snelle vervanging vraagt van de wethouder Terkeurst. Graag hadden wij daar eerder over gehoord dat die noodzaak er was. Blijkbaar waren de coalitiepartijen eerder op de hoogte van het verzoek, want op 5 juli was er al een persbericht uitgegaan waarin de waarnemend wethouders al bekend werden gemaakt. Op zijn gezags gezegd merkwaardig. Ronduit belachelijk is het feit dat er niet eens de moeite is genomen om de oppositiepartijen op de hoogte te stellen van het voornemen om deze kandidaten voor te dragen als waarnemend wethouder. We stonden onder tijdsdruk is dan wel een erg mager verweer. Regelmatig zijn er de laatste tijd onderwerpen besproken waarvan met veel nadruk werd aangegeven dat we gezamenlijk als raad moesten optrekken of in verweer komen. Denk hierbij aan het behoud van een zelfstandig Ommen of de verkeerssituatie in Varssen. Een duidelijk signaal vanuit een unanieme raad was toen wel erg belangrijk. Maar als het gaat om de aanstelling van twee waarnemend wethouders is een telefoontje te veel gevraagd. Waarnemend wethouders die ook nog boven de partijen zullen functioneren. Nou, dat zal gelden voor de coalitiepartijen. Wij voelen ons hier niet echt toe geroepen, omdat we niet gekend zijn in het proces.
Daarbij spreken we onze verbazing uit over het nogal eenzijdig gekleurd college met vooral CDA en VVD. Dat doet geen recht aan de samenstelling van de Ommer gemeenteraad. De LPO heeft ook kennis genomen van de kandidaten die zijn voorgesteld. Daar hebben we wel enige verbazing over, maar we zullen niet te veel op de persoon spelen. Maar gezien de financiële positie van Ommen, door een aantal projecten die toch flink de soep zijn ingegaan, zoals de Drieslag en de Centrumvisie, een sportpark wat miljoenen te veel heeft gekost, een havengebied wat er nog ligt, en nog de klapper op de vuurpijl, de Rotbrink, wat ons bijna artikel 12 gemeente maakte. Vele miljoenen waarvoor inwoners, ondernemers, forensen en toeristen zwaar voor hebben moeten bloeden. Sorry. En ook de Centrumvisie was tot nu toe aantrekkelijk voor de projectontwikkelaar, maar nog niet voor Ommen zelf. En welke risico's lopen we dan weer als betreffende wethouder de projecten weer gaat oppakken? Ook heeft de LPO zich verbaasd over het tijdstip waarop deze vervanging moet ingaan. Staat immers het zomerreces niet voor de deur. Van de totale kosten van deze vervanging van 25.000 euro kan de helft uitgespaard worden door de vervanging na de zomer in te laten gaan. En we mogen toch hopen dat er geen relatie zit tussen het aflopen van een wachtgeldregeling en het ingaan van de vervanging. Al met al reden genoeg voor de fractie van de LPO, zoals we al eerder hebben aangegeven, de politieke samenwerking even op te schorten. De vertrouwensbasis die voor samenwerking nodig is, ontbreekt momenteel. En het spijt ons bijzonder, maar dat rekenen we toch echt de coalitiepartijen aan. Desalniettemin gaat het politieke leven verder. En moeten we blijven werken aan een beter Ommen. Daar zijn we met z'n allen toch voor hier aanwezig. In dat licht bezien is het misschien goed dat de projecten dan toch maar weer opgepakt worden om te kijken of het centrum en de Vegbrug alsnog een succes kunnen worden. Kortom, voorzitter, het vertrouwen is geschaad. Maar we zullen, en u mag dit dan zien als een stemverklaring, we zullen instemmen met de waarneming omdat we vinden dat we vooruit moeten. En als oppositiepartij hebben we nu eenmaal weinig invloed op degene die dat doen. We hopen op een spoedig herstel van de heer Terkeurs. Tot zover. Goed, zijn er nog andere leden van de raad die in eerste termijn het woord willen voeren? Dat zie ik niet. Daar gaan we op reageren. Ik wou zelf beginnen met een aantal punten die meneer De Jonge genoemd heeft en u ook. Dan mevrouw Bakelaar, tot slot de twee kandidaten wethouders om even toe te lichten hoe ze het gaan aanpakken. In de eerste plaats de ziekte van wethouder Terkeurs. Op 4 mei heeft hij zich ziek gemeld en neemt u van mij aan dat er wel heel wat door je heen gaat voordat je dat doet. Dat is een buitengewoon moeilijke beslissing waarin ongetwijfeld een pijnlijke afweging van zijn kant vooraf is gegaan, waar hij vermoedelijk ook lang mee gezeten heeft. Dat doe je niet zomaar. Dan is er echt wel iets aan de hand. En ik vind het te prijzen dat hij die stap heeft gezet. Gewoon om zelf de tijd te nemen te herstellen en ook om te zorgen dat het bestuur weet waar ze aan toe zijn. Ik vind dat buitengewoon moedig dat hij dat gedaan heeft en daarom verdient hij ook ons respect en de waardering om in rust en ruimte te herstellen. Dat is buitengewoon belangrijk als je door overmoeidheidsverschijnselen die stap moet zetten. Dus wij wilden hem ook zoveel mogelijk rust en ruimte geven om terug te komen. En dan blijkt toch na een aantal weken dat het er niet naar uitziet dat hij heel snel weer zou kunnen beginnen. We hebben hem zoveel mogelijk in positie willen houden, uit respect om hem rust en ruimte te geven. En plotseling wordt dan toch duidelijk, ook naar aanleiding van een doktersverklaring, dat er op korte termijn geen kans is dat hij terug zal keren. En dan moet het bestuur ingrijpen. Waarom? Er is genoeg werk te doen. Er is een vakantieperiode die aantreedt. En ik vond het onverantwoord om dat aan twee mensen over te laten. In geval van calamiteiten, maar ook in de goede continuïteit van het bestuur. En ook nog wel vanuit democratisch principe. Dat het niet zo kan zijn dat je met twee mensen het uitvoerend gedeelte van het bestuur op je neemt. Dus ik heb de harde beslissing genomen om aan te dringen op vervanging. Omdat er, meneer De Jonge, geen politieke probleem is in de coalitie. Er is ook geen breuk in de coalitie. Er is ook geen dossier wat controversieel is. Is het denk ik een heel natuurlijk iets dat je aan de coalitie vraagt om voor vervanging te zorgen. En de raad wordt er natuurlijk op de formele wijze bij betrokken. Maar het was een voorzet vanuit de coalitie omdat er geen enkel probleem was binnen die coalitie. Vandaar dat dat zo gegaan is en ik vind dat legitiem dat de coalitie dat zelf doet. En dat is de reden waarom het zo is geformuleerd als het is geformuleerd.
Ja, dan over het wachtgeld. Ja, dat hoort erbij. Dat is een logische consequentie van personele kosten die er in dit systeem zijn. En als er dan waargenomen moet worden, dan zal er waargenomen moeten worden. Dat is wel overwogen richtlijn geweest van de wetgever. En die wordt volkomen volgens de regels uitgevoerd. Dus ik zie eigenlijk niet goed in dat we hier strijd over zouden moeten maken. Ik heb zojuist al gezegd dat het nodig is om de continuïteit te waarborgen. En dat is de reden waarom het college en ik ook als voorzitter van het college en ook als voorzitter van de raad er sterk bij gebaat ben dat de posten bezet worden, zodat we continuïteit kunnen betrachten. Ik hoop dat ik hiermee duidelijk heb gemaakt hoe wij hebben gehandeld. Dan geef ik nu graag het woord aan mevrouw Bakelaar, die nog wat vragen op haar bord had. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een aantal vragen gehoord, ook vanuit eigenlijk alle oppositiepartijen genoemd. Ik heb dat ook wel richting de pers aangegeven. Toch nog een keer benoemen. Het proces vroeg echt om snelheid. Op het moment dat een officiële ziekmelding plaatsvindt en ook vanuit het college gevraagd wordt om snel te handelen voor de vakantie, omdat we zitten met drukke tijden, dat weet u als geen ander met ons, dat het in omme druk is. Dus dat betekent dat je zorgvuldig moet kijken hoe kunnen we het proces zo goed mogelijk vormgeven. Daarbij hebben we ook nadrukkelijk contact met wethouder Ter Keurs continu gehouden. En ja, natuurlijk had ik liever ook gehad dat we elkaar daarover hadden kunnen informeren. En dat was makkelijker geweest als het tijdsdruk niet zo groot was als die nu was. Dus dat is wat mij betreft, ja, u kunt dat zeggen, mager verweer, de heer Remmens. Dat zou kunnen. Hè. Ik vind het jammer, laat ik het zo zeggen. En had ik het anders gedaan als het weer op hetzelfde moment was? Nee, want de tijdsdruk was er. Als we meer tijd hadden gehad, ja, was het heel prettig geweest. Alleen die hadden we gewoon nu niet. Als het gaat om de omslag, wat meneer De Jonge ook aangeeft, van is nu opeens de coalitie gedraaid vanuit bovenlokale wethouders. Kijk, het gaat hier niet om een reguliere wethoudersinvulling. Het gaat om tijdelijke invulling, waarbij er ook nog eens sprake moet zijn van iemand die direct kan beginnen en die ook de situatie in Ommen kent. Dus dat heeft gemaakt dat we zeiden, het kan geen sprake zijn dat er een externe wethouder nu is. We moeten dit in eigen kring oplossen. En zo snel als mogelijk, waarbij er dus gekeken is naar de criteria zoals ik eerder ook genoemd heb. Dus dat is wat ik kan zeggen vanuit oprechtheid. Dus ik vind het jammer om te horen dat dit een reden is om aan te geven dat het vertrouwen ermee geschaad is. Dat was absoluut niet de intentie vanuit de coalitie, dat kan ik wel aangeven. Hebben we daarmee wellicht inderdaad heel voortvarend gehandeld? Ja, dat was ook de vraag naar ons toe. Tot zover, voorzitter. Meneer De Jonge, je mag erop reageren. Ja. Ja, voorzitter, die tijdsdruk, dat begrijp ik allemaal. Maar mevrouw Bakelaar, die kan mij niet uitleggen dat een telefoontje naar drie mensen. Hè, want op maandagavond de vierde. Heeft u kennelijk hier bij elkaar gezeten, is het besluit gevallen, op vijfde is het persbericht eruit gegaan. Drie telefoontjes, drie keer één minuutje, is drie minuten. En u had een hoop discussie, zowel in de media als hier in de raadzaal, kunnen voorkomen. Ja, voorzitter, en mocht het zo zijn, mevrouw Bakelaar, dat u het financieel niet kan betalen om zo'n telefoontje te plegen, dan wil ik in de toekomst voor u die kosten wel opnemen. En de tweede, van als u zegt van ja, want een WhatsAppje gaat nog veel sneller, dan zou ik u ook nog wel wat data willen betalen daarvoor, dat het in de toekomst niet meer gebeurt. En ja, u moet me toch nog eens uitleggen van waarom u die drie minuten niet gebruikt heeft om de heer Van der Mooren, meneer Bongers en ondergetekende even te informeren van dit gaat er gebeuren. Nou, het is fijn om te horen dat meneer De Jonge mijn telefoonrekening wil betalen. Dat vind ik altijd heel prettig. Nee, alle gekheid op een stokje. Ja, natuurlijk hadden dat drie minuten kunnen zijn. Maar u weet niet hoe laat wij hier klaar waren. En het gaat ook om kandidaten die op dat moment ook gevraagd worden of dat zij inderdaad in zijn voor zo'n tijdelijke invulling. En dat betekent dat wij niet zoals u zegt chronologisch handelen op het moment dat het persbericht er is. Heel veel zaken, en dat weet u ook, worden van tevoren gereed gemaakt en zijn we nog midden in de gesprekken. En moet er ook gekeken worden, willen mensen, kunnen mensen, enzovoort. Maar goed, nogmaals, ik vind het jammer en het is niet de intentie geweest om u niet te bellen. Dat is het enige wat ik daarover kan zeggen.
U hebt een antwoord gehad? Ja, antwoord is helder, voorzitter. Maar ik was ook wel nieuwsgierig van, en misschien gaan de twee kandidaten dat aangeven. Want dat vindt mijn fractie toch erg belangrijk. En volgens mij heeft de LPO-fractie dat ook aangegeven. Want het gaat om de continuïteit en ook de druk die we in om hebben. En dat zie ik helemaal voor me. Ik heb het al aangegeven, dat is ook de reden dat wij voor deze pragmatische oplossing, ondanks alle kanttekeningen, dat wij ervoor gaan stemmen. Maar dat betekent dus dat in mijn optiek, gezien de drukte en de continuïteit, dat de beide personen die we dadelijk gaan benoemen in de periode tot 1 oktober geen vakantie gaan genieten. Dat mag u niet vragen. Dat mag u niet vragen en ik sta het ook niet toe. Want ook voor deze mensen geldt dat ze een jaar in de running zijn geweest en ook recht hebben om een rustperiode. Dat kan zelfs nog bevorderlijk zijn voor het werk en de frisheid en opgewektheid waarmee het college aan het werk kan. Dus men gaat op vakantie, jazeker. Dat is het antwoord op deze vraag. Meneer De Vries, meneer Schobbes. Voorzitter, ik meen dat nog een ander onderwerp op dit moment niet beantwoord is. En dat is de vraag over bonoïsme en dualisme. Maar het zal duidelijk zijn, de wethouders treden uit de raad, worden als wethouder benoemd en er komen twee nieuwe gemeenteraadsleden. Daarmee wordt het dualisme volstrekt gehandhaafd. En er is ook geen sprake van vermenging van functies. De raad controleert en schept de kaders. En het college van wethouder heeft het bestuur en zorgt voor de aansturing. Ja, voorzitter, daagt de heer De Vries compleet mij toch uit. Want het is correct wat hij zegt. En volgens mij heb ik een aantal opmerkingen gemaakt over het balanceren op het randje. En als je kijkt naar de wet, dan kan ik me niet voorstellen dat de wetgever dit bedoeld heeft. En dat heb ik willen aangeven. En voorzitter, daar waar het gaat, uw betoog over dat ze recht hebben op vakantie, dat deel ik. Maar het bevreemdt mijn fractie wel dat dat moet gebeuren in de tijd waar u aangeeft dat het heel erg druk is en dat er continuïteit in het college geborgd moet worden. En als je dan twee waarnemers aanstelt die 25.000 euro, als ik het goed heb, rond de 25.000 euro kosten, dan had u dat ook wel een maandje kunnen uitstellen. Ik heb denk ik voldoende toegelicht dat ik het zeer belangrijk vind dat we continuïteit hebben en dat er voldoende capaciteit is om de werkzaamheden te doen. En zo gaan we het ook doen. Zijn er verder nog vragen over mevrouw Bakelaar? Zijn er niet? Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Lagas om toe te lichten hoe ze het wethouderschap zal invullen. Dank u wel, voorzitter. En ik ben nog steeds fractievoorzitter. Het is ook nog best een beetje eigenwijs om nog even te reageren op datgene wat langsgekomen is. Ten eerste de vraag waar u net keurig op antwoord heeft gegeven in het kader van de vrije tijd. Ik mag aangeven dat ik eerder wethouder hier geweest ben. En dat ook de eerste opmerking is die van alle kanten van bestuurlijke collega's op je afkomt. 50%, dat ga je niet redden. Dus wees u maar niet ongerust, meneer De Jonge. Wij zullen zeker onze uren maken. En ik wil ze ook al voor u gaan bijhouden. Net zo goed als u de telefoonkosten voor mevrouw Bakelaar gaat bijhouden, zal ik precies een dagboek gaan bijhouden hoeveel uren ik maak. En dan zult u zeker merken dat ik ze ruimschoots ga invullen voor datgene wat er van mij verwacht gaat worden. Zelfs mijn eigen vakantie heb ik zo helemaal opgesplitst, zodat iedereen verder wel op vakantie kan. Ik ga dus niet weg. Dus wat dat betreft hoeft u zich geen zorgen te maken en is allemaal in goede handen. Voor wat betreft, ik wil toch ook nog even reageren op het feit dat u aangeeft dat het duaal lastig wordt. We zijn dat altijd gewend. De tussenliggende periode van 2006-2010 en toen van 2010 naar 2014 was ik ook weer benoemd in de raad en heb ik wisselend op deze stoel gezeten en op de stoel van de wethouder. Dat gebeurt nu in de Tweede Kamer ook. Staatsrechtelijk zijn dat hele normale situaties. En ja, u weet zelfs, als u de politiek een beetje volgt, dat er zelfs een partij nu in Den Haag bezig is om daar een beetje gebruik van te gaan maken. Dus dit soort spelletjes, die gebeuren gewoon. Maar neemt u maar van mij aan dat wij onze rol en onze verantwoording kennen, lang genoeg in het vak zitten om dat niet met elkaar te verwarren. En als we dat wel doen, dan mag je ons daar zeker op aanspreken. Feitelijk was de heer Remmers degene die zich afvroeg hoe ik mijn rol in ieder geval zou willen gaan vervullen. U maakte zich ernstig zorgen over hoe ik projecten oppak. Nou, het is in deze raad al jarenlang een goed gebruik dat de raad de kader stelt en opdrachten geeft aan het college om die uit te voeren. Dat zal in deze periode niet veranderen. Dus ik neem aan dat u voldoende vertrouwen in uzelf heeft en in de collega's van de raad om de juiste besluiten te nemen op het juiste moment en het college zal ze uitvoeren.
Het is voor mij een bijzondere periode, dat kan ik u wel aangeven. Het is niet voor niks 50-50. Ik heb een eigen bedrijf waarin ik opdrachten binnenkrijg en kan ik ook blijven doen. Die bijten niet met datgene wat ik hier ga doen. En dat zal u ook gerust kunnen stellen dat ik wat dat betreft ook niet leun op wachtgeldregelingen van gemeentes. En u kunt alle... Wat dat betreft al mijn administratie inzien van datgene wat allemaal terugbetaald is. Dus maakt u zich daar maar geen zorgen over. Ik zal met volle inzet mijn rol voor deze gemeente gaan vervullen. En ik hoop van ganser harte dat meneer Ter Keurst eerder terugkomt dan verwacht. Want we zitten hier namelijk niet om een feestje voor onszelf te vieren. We zitten hier namelijk omdat we in een vervelende situatie zitten van iemand die met de beste bedoelingen keihard hier aan het werk is gegaan. En nu zo te pas is gekomen. En ik vind dat is ontzettend triest en vind ik niet dat we over dit soort futiliteiten nu met elkaar moeten discussiëren. Meneer Katerberg. Ik hou het heel kort van mevrouw Lagasse heeft in feite al een heleboel vragen beantwoord, maar ik ga morgen gewoon aan de slag. Goed, kunnen wij dit agendapunt afronden bij deze? Dan gaan we over naar de formele afhandeling van een en ander. We krijgen nu de bevindingen van de Raadscommissie Onderzoek Geloofsbrieven. Meneer Leuwiek. Ja, hij doet het. Even naar de map, want het glinstert. Voorzitter, wethouder J.J.A. Ter Keurst heeft op 29 juni 2017 ziekteverlof gevraagd. Bij collegebesluit van 4 juli 2017... is hem ziekteverlof verleend voor een periode van maximaal 16 weken. Dit ziekteverlof eindigt op 24 oktober aanstaande. Met het oog op de bestuurlijke continuïteit van de gemeente Ommen zijn twee waarnemend wethouders voorgedragen als tijdelijke vervanging van wethouder Ter Keurst. Ieder met een tijdsbestedingsnorm van 50%. Dat zijn mevrouw I.M. Ilona Lagasse-Meijer en de heer T. Theo Katerberg. Als voorzitter en rapporteur van de commissie die belast is met het onderzoek van de geloofsbrieven en de daarbij behorende documenten van de kandidaat-wethouders mevrouw I.M. Lagasse-Meijer en de heer T. Katerberg, kan ik u het volgende mededelen. De geloofsbrieven en de daarbij behorende bescheiden worden in orde bevonden. Ten tweede, de kandidaat-wethouders voldoen aan alle in de gemeentewet gestelde vereisten voor het wethouderschap en zijn daarom benoembaar als wethouders van de gemeente Ommen. Hierbij merkt de commissie op dat de heer Katerberg en mevrouw Lagasse beide raadslid van de gemeente Ommen zijn, maar deze functie vervalt op het moment dat zij als wethouder worden benoemd. Hoewel niet wettelijk vereist, vindt de commissie het wenselijk dat een nieuwe wethouder een verklaring omtrent gedrag, zogenaamde VOG, overlegt. Bij het aanvragen van de VOG is getoetst op de politieke betrekkingen. De commissie heeft kennis genomen van de VOG's en de uitkomst leidt niet tot bezwaren. Getekend Ommen, maandag 17 juli 2017, commissie vernoemd G.P. Leuwik, voorzitter, C.M.P. Schunslaan Henning en D.T. Remmers leden, zowel J.A.R. Tenking Griffier. Mag ik u dit aanbieden? Wel, ik neem aan dat de Raad deze conclusies volgt. Dat is het geval. Dan kunnen we agendapunt 3 afronden. Dan gaan we naar 4, de benoeming van twee waarnemend wethouders. De stemming. Wij doen één stemronde. Er is een stembriefje gemaakt. Die worden nu uitgedeeld. Ik schors de vergadering even om te stemmen. En ik denk dat we een minuutje of 6, 7, 8 bezig zijn. Ik schors de vergadering. Ja, ik kan nog even mededelen dat de commissie van stemopneming bestaat uit mevrouw Makkinga, voorzitter, meneer Wind en meneer Mors. Die gaan zo aan het werk. Goed, ik geef het woord aan de voorzitter van de commissie stemopneming, mevrouw Makkinga. Ja, voorzitter, we hebben de stemmen geteld. Er zijn 15 stemmen uitgebracht, waarvan 13 voor mevrouw Lagasse en 13 voor de heer Theo Katerberg en 2 tegen mevrouw Lagasse en 2 tegen de heer Katerberg. Totaal 15. En geen ongeldige stemmen. Goed, dan zijn ze bij deze stemming benoemd. Dan ga ik even vragen aan mevrouw Lagasse. Aanvaardt u deze benoeming? Meneer Katerberg, aanvaardt u deze benoeming? Ja. Goed zo, dan mag u achter de tafel dat schriftelijk bevestigen door middel van uw handtekeningen onder
Deze bevestiging. Wat gaan we nu doen? Je moet de eed gewoon doen. Gaan we eerst de eed doen? Ja, dat is en de belofte? Goed. Nou, dan gaan we verder met het volgende onderdeel. Dus de beëdiging van de wethouders. Ik wou de wethouders graag naar voren halen. En dan gaat de voorzitter van de raad achter de katheder staan. Ja, de kandidaatwethouders zijn aangetreden in het midden van de raad. Mevrouw Lagas, u gaat de belofte afleggen. En die bevestigt u door de zin, dat verklaren beloof ik. Ik ga het nu voorlezen. Wil iedereen gaan staan? Ik verklaar dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Mag ik u bevestiging? Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Meneer Katerberg, u gaat de eed afleggen. En die zal u zo bevestigen met de zin, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ik vraag u om uw rechterhand omhoog te steken en twee vingers in de lucht. U mag het ook straks doen. Ik lees het nu voor. Ik zweer dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen, dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Mag ik uw bevestiging? Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Dank u wel. U bent beiden benoemd. Gefeliciteerd. U mag achter de tafel. Mag ik een applaus? Ik schors even de vergadering voor wat protocolaire en informele momenten. Ik heropen de vergadering en stel aan door de agenda punt 6, de installatie van twee nieuwe raadsleden, meneer De Veldhuis en meneer De Ruiter. Die zitten op de publieke tribune. Dat zijn de heren. We gaan eerst even naar de bevindingen van de commissie onderzoek geloofsbrieven. Meneer Leuwiek, kunt u het nog eens een keer vertellen? Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien is dit wel een leuke bijverdienste op den duur, maar goed. Oké, voorzitter. Als voorzitter en rapporteur van de commissie van onderzoek geloofsbrieven, nieuw benoemde raadsleden, kan u het volgende mededelen. De aan deze commissie opgedragen taak om de geloofsbrieven van de heren W.H. Wim Te Veldhuis en W.R. Richard De Ruiter te onderzoeken is uitgevoerd. Met ambtelijke ondersteuning hebben wij de geloofsbrieven en de verdere bij de kieswet gevorderde stukken bestudeerd van de kandidaten die op 6 juli 2017 door de voorzitter van het hoofdstembureau benoemd zijn. We hebben de onderzochte bescheiden in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemden aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert daarom de heer W.H. Te Veldhuis en de heer W.R. De Ruiter toe te laten als leden van de Raad van de Gemeente Ommen. Getekend G.P. Leuwik, voorzitter, en mevrouw C.M.P. Schunselaar Henning en D.T. Remmers leden, zoals J.A.R. Tenkink Grivier. Mag ik u dat aanbieden? Dank u wel. Kan ik concluderen dat de raad deze conclusies volgt? Dat is het geval. Dan zijn er geen formele beletselen om de raadsleden te installeren. Meneer Te Veldhuis, meneer De Ruiter, komt u maar naar voren. Dan gaan we. Ik verzoek u te gaan staan. Meneer Te Veldhuis, u legt de eed af. En die zult u bevestigen met de zin, zo waarlijk helpen mij God almachtig. En daarbij mag u ook de rechterhand omhoog steken met twee vingers in de lucht. Ik lees de eed voor. Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen, dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Mag ik uw bevestiging? Zo waar is hij, God almachtig. Dank u wel. Meneer de Ruiter, u gaat de belofte afleggen. En die zult u bevestigen met de zin dat verklaar en beloof ik. Ik lees de belofte nu voor. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet en dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Mag ik uw bevestiging? Dank u wel. U bent beide benoemd. Gefeliciteerd. Ik schors de vergadering voor felicitaties. Goed, ik heropen de vergadering. Ik heet de nieuwe raadsleden hartelijk welkom. Ik hoop dat u uw politieke ambities goed kunt waarnemen, waarmaken. En dat we voor goede continuïteit in het bestuur kunnen zorgen. Een mooie stap in uw carrière. U zult er nog lang aan terugdenken, dit moment. Ik denk dat met de benoeming van meneer Katerberg, meneer Van der Mooren, begrijpt dat hij nu eerst vicevoorzitter van de raad is. Dat heeft de heer Van der Mooren nog niet zo begrepen. Gaat u door. Nou, als Gunselaar fractievoorzitter is. Ja, wilt u een medespeech houden al als eerste vicevoorzitter? Want u mag donderdag aan de bak. Ik ben niet gewend op zaken vooruit te lopen. Op dit moment is er geen eerste voorzitter, dus er treedt de tweede voorzitter erop en die zal donderdag de eerbaar maken. Ja, goed. Veel succes donderdag. Dames en heren, we hebben de hele agenda afgewerkt. Dank voor uw komst, dank voor uw bestuurlijke inzet. Het is een mooie avond buiten, maar er zijn nog onder ons mensen die nog politiek handwerk moeten verrichten. Ik wens hen daarbij veel sterkte. De vergadering is gesloten.